Welkom bij 023 Voetbal. We zitten hier aan tafel met Martijn Prinsen van VE Haarlem en met Henny Ruckert, trainer bij HFC en radiopresentator van Radio Zandvoort. Jongens, we hebben de stelling gehad van, is er eigenlijk wel ruimte voor profvoetbal in Haarlem? Wat vinden jullie ervan? Martijn, zal ik beginnen? Zeg eens wat. Nou ja, allereerst vind ik het doodzonde dat dat op dit moment niet het geval is. Maar als we weer gaan kijken naar wat er de laatste jaren weer gebeurd is met andere sportevenementen in de gemeente Haarlem, ja, dan is het, lijkt mij, op dit moment gewoon totaal geen doen. Er is geen draagvlak voor niks. Het is geen sportstad meer, hè? Nee. Nee, het begint wel op te geen rekenen. Basketbal, ja. Geen honkbal. Geen honkbal. En als je bij HFC kijkt, zondags, daar staan 400 mensen rond het veld. Nou, dat is absoluut geen draagvlak voor een betaald voetbalorganisatie. Veel te weinig. Ja. Aan de andere kant, het besluit van de ledenvergadering van HFC duidt er eigenlijk op dat we toch wel een profclub hebben. Want ze gaan contracten. Ja, contractspelers. Maar HFC zou HFC niet zijn als ze dat niet op een bijzonder slimme manier doen. En dat komt allemaal wel goed. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ze hebben speciale reglementen aangepast, weet ik wel. Dat is al heel apart. Dat is wel leuk, ja. 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 Want, hoe zit het nou eigenlijk met die contractspelers? Wanneer is het niet in maart dat ze... Het gaat helemaal niet door, hè. Er zijn 30 clubs die hebben de handen in elkaar geslagen. Ja. En die zijn gaan knoeien. En er is dus vorige week gepraat bij de KNVB. En nou is het besluit genomen dat de KNVB accepteert dat de clubs geen betaald voetbalspelers nemen. En dat ze dus gezamenlijk met de clubs nieuwe richtlijnen gaan opvoeren om die tweede divisie en die derde divisie in goede orde te krijgen. Ze komen er eindelijk op terug dat... Geen drie punten eraf, geen straffen, niks. Oké, prima. Nee. Het mooie is, wij zeggen dit eigenlijk al vrij lang, dat de KNVB dit nooit, al nooit ging doordrukken, ook nooit kon doordrukken. Ja, goed, dat het uiteindelijk zover komt, ik sta er niet van te kijken. Nee, maar je kunt toch eigenlijk amateurclubs ook niet gaan opleggen dat ze zomaar ineens, contractspelers gaan aannemen. En je krijgt ook het verschil van de een is wel een contractspeler, de ander niet. En ze zitten samen in de kleedkamer en de trainer zegt van ga je maar een gevulde koeken halen of iets eerlijks. Ja, de ander wordt betaald. Dus, maar daarnaast is het zo dat de meeste van die 30 clubs hebben in hun statuten staan dat ze amateurclubs zijn. Ja. En dat willen ze graag blijven. Ja. Dus wat dat gaat... Er zijn heel veel clubs die hebben uiteindelijk zelfs besloten om hun eerste elftal los te maken van de rest van de vereniging. Om van hun eigen van hun eerste elftal een eigen organisatie te maken. Met een eigen inkomststroom, een eigen begroting. Waardoor het risico, stel een eerste elftal, en dan kijken we bijvoorbeeld naar WKE, dat is omgevallen. En de hele club die viel om. Mm-hmm. Nou, een aantal clubs, en dan heb ik bijvoorbeeld over Linda uit mijn hoofd. Die hebben gezegd van, nou, weet je wat we doen? We maken van het eerste elftal een eigen organisatie. Wat er ook gebeurt, ook al gaat het op een gegeven moment helemaal verkeerd. De rest van de club, ja. Die blijft staan. Dat is ook de manier om te voorkomen dat je als club omvalt, natuurlijk. Ja, ja. Absoluut. Wat mij opvalt is, we hadden het net over HFC, het verschil tussen het voetballen op zaterdag in die tweede divisie of op zondag. Ik begreep dat de kantineomzet op een zaterdag heel veel hoger is dan op een zondag. Het scheelt aanmerkelijk bij HFC. Vandaar dat de wedstrijd tegen Jong AZ van het komend weekend niet op zondag, maar op zaterdag om 2:00 is. Dat is natuurlijk een goede zaak. De club moet ook aan zijn centjes denken. Ja, tuurlijk. En daarnaast, Jong AZ heeft natuurlijk een aantal invloeden die ook hier uit de regio komen. Heb ik het alleen over de trainer, Martin Haar. Ja, Martin Haar. De enige voetballer van HFC Haarlem die de gouden schoen... Zelfs gehad. Ja. Ja, dus wat dat betreft, ik kijk wel uit naar zaterdag. Hij mag hem achterlaten, die schouder. Worden de eerste verliespunten voor ze. Ja. Want HFC doet het natuurlijk ontzettend goed, hè? Opgeklommen tot de 10e plek. Ja, dat is heel knap. Boven het rechterrijtje. Derde in de periode. Dus wat dat er gaat, is er nog van alles mogelijk. Dit lijkt het aardig op de rit te hebben. Ja, maar je zet nou ook de eigen jongens in. Wouter heeft een helft gespeeld en dat gaat gewoon goed. Absoluut. Absoluut. Maar die KNVB zeg. Laten we het daar nog eens uitgebreid over gaan hebben. Ja, maar dat kan toch niet. Nee, maar wat er gebeurt kan toch niet. Het is te gek voor woorden wat ze allemaal uithalen. Nieuwe reglementen voor het jeugdvoetbal. Dat alleen is, al. Ik bedoel, het is een fantastisch idee.
Maar het gaat de clubs geld kosten. Je moet weer meer vrijwilligers hebben, want die teams worden kleiner. Je krijgt meer wedstrijden, dus je moet op vrijdagavond gaan voetballen. Meer doeltjes. Ja, en je extra doeltjes kosten. Extra. Ja, ja, ja. Dus het scheidsrechters. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat met scheidsrechters en dergelijke. Bij nou, ja, bij de jij bent je baantje kwijt. Ja, ik ben baan kwijt, dus afgelopen. Nou, dat kan er niet zonder scheidsrechters, flauwekul, man. Ja. Nee. Nee, dat is niet goed. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Het is al langere tijd vanuit de KNVB eenrichtingsverkeer. Zonder dat er, en dat zijn niet alleen de meningen van heel veel mensen, maar ook de signalen die we uit de clubs krijgen. Er wordt gewoon niet geluisterd. Er worden dingen opgedragen. En het is een beetje meegaan of afhalen. Ja, dan zouden de KNVB toch denken dat die mensen zelf uit een redelijke voetbalpraktijk komen. En toch een klein beetje zouden moeten weten hoe de vork in de steel zit. Dat je flink vergist. Ik kom niet uit de voetbalwereld, hoor. Maar ja, neem nou Wim Jansen bij Feyenoord. Hoofdopleiding bij Feyenoord. Feyenoord al jarenlang de club met de beste opleiding van Nederland. Samen met AZ en Ajax. Er wordt gewoon niet naar deze man geluisterd. Die zegt, je moet de kinderen ruimtelijk inzicht geven. Laat ze gewoon op dat grote veld voetballen. Die kleine veldjes is voor de training. Dat is toch ook zo? Ja, waarom moet je dat nou ook in een wedstrijd doen? Ik snap er absoluut helemaal niets van. Maar buiten dat, de clubs worden gewoon weer benadeeld. Want die moeten weer allerlei extra dingen gaan verzinnen. En inderdaad, je moet naar de vrijdagavond, want je krijgt veel meer wedstrijden. Ja. Nou, zie jij het gebeuren? Nee, ik ben ook heel erg benieuwd als je naar HFC kijkt, hoe ze dat in godsnaam gaan doen. Want elke zaterdag zit het al van... 2000 leden. Kijk, het nadeel dat het de eerste op zaterdag gaat spelen, dat is ongelooflijk moeilijk. Ja. Want er is eigenlijk geen ruimte. Dus ja, je zou eigenlijk nu al naar de vrijdagavond toe moeten. Ja, als je al ziet wat er op zaterdag aan jeugdspelen wordt gedaan, dan is echt adembenemend. En dan nog op die halve veldjes. Maar als je 2-2 of 4-4 gaat doen, dan moet je een kwartveld gaan nemen. Nou, dat is gewoon, is allemaal niet meer te doen. Je ziet bij andere clubs al dat die al uitwijken naar andere velden. Ja. Als je kijkt naar D6, die voetballen onder andere bij terrasvogels. Oh, is dat zo? Ja, hoe kan je dat in godsnaam je leden verkopen? Dat kan niet. Je bent wel lid, maar je moet ergens anders op een andere terrein gaan voetballen. Ja. Ik heb gisteren gesproken met de trainer van Schoten. Nou, die is heel erg bezig met de jeugd. Hij ziet wel voordelen van de nieuwe ideeën over het voetbal. Dat jongetjes veel aan de bal zijn. Dat op het moment dat je veel aan de bal bent, dat je meer plezier hebt. Nou, ik denk dat wel... Iedereen die op straat voetbalt, die wil toch het liefst aan de bal zijn. Waar ik wel bang voor ben, is dat het ook de KNVB een hoop leden gaat kosten. Ja, absoluut. Want als een jongetje van een jaar of, ik noem maar wat, 8, 9 of 10 jaar oud, nog de neiging had om zich af en toe te verstoppen op het veld. Want dat niet iedereen die speelt alleen maar om zo goed mogelijk te worden. Er zijn ook jongetjes die vinden het gewoon... De bloemetjesplukkers. Ja, precies. Ja. Ja. Als je die zo meteen 2-2 of 3-3 of 4-4 laat voetballen, die gaan er niet lang volhouden. Nee. Ja, dat kan. Dus dat ik denk dat... Dat een hoop leden gaat kosten. Nou, daar heb je gelijk in. Ja. Ik vind het vreselijk jammer. Maar kijk nou eens naar een club als Allianz. Die hebben 2,5 veld. Ja? Die moeten nu... Nu barsten ze er al uit. Dan moeten ze bij THB-wedstrijden spelen. Maar die moeten dus nu extra veldjes gaan maken. Ja. Waar willen ze dat doen? Ja, en dan is ook nog zo. Van de 2,5 veld is 1 veld. Is gewoon gras. Ja, nou, gras. Wat nou? Ja, precies. Ja. Nou ja, maar wat nou als dat eruit ligt? Ja. Dan heb je 1,5 veld. Ja, dat kan. Ja, dat is onmogelijk. Nee, dat organisatorisch levert dit een hoop problemen op, dat denk ik ook. Dankjewel, KNVB. Nou, ik denk inderdaad, wat je net zei, dat het voor training ideaal is. Hè, dat die jongens meer balcontrole krijgen. Dat ze veel aan de bal kunnen zijn, maar tijdens een wedstrijd doet dat toch niet. En ruimtelijk inzicht krijg je echt niet op een veldje van... Ja, wat dat betreft, Wim Jansen, die wordt natuurlijk al heel lang genegeerd. Ja. Terwijl het wel een van de vaderlands beste voetballers is geweest. Niet alleen qua voetbal zelf, maar ook als trainer, als coach. Geweldig. Moet je kijken wat hij allemaal voor elkaar gekregen heeft. Ja. Ja, dat je zo'n man, dat je die gewoon als het ware aan de kant schuift. Niet eens luistert, niet eens met hem in gesprek gaat. Ja. Is dat heel vreemd. Wat dat gaat is ook een ander ding heel interessant. Dat is Marco van Basten. Ja. De KNVB vindt het schitterend dat hij buitenspel wil stoppen. Hè? Weg met die regel. En alle toptrainers in de wereld zeggen, het is een belachelijke maatregel. Je gaat het voetbal totaal veranderen. Dat ga je ook, hè? Ja, je moet je hele tactiek anders gaan bepalen. Je krijgt alleen maar verdedigend voetbal. Alleen maar. Ja. Ja, maar Van Basten heeft ook gezegd, van dan vallen er eindelijk eens een keer wat meer doelpunten. Want die uitslagen van 1-0 of 2-1 of weet ik van wat, is totaal niet interessant. Hoe mooi is het niet om, als je bijvoorbeeld naar ik noem maar wat, Champions League Real Madrid kijkt, om een counter te zien
dat ze binnen 10 seconden van de ene... Dat is niks mooier dan dat. Ja. Dat is schitterend. Ja. En wat krijg je zo meteen? Dat noemden wij vroeger de balkjesafwachters. Ja, die staan voorin een bal af te wachten. Met die regel heb ik ook moeite. Maar ja. Barcelona, wat toch eigenlijk het voetbal speelt zoals het gespeeld zou moeten worden. Als die met een afgeschafte buitenspelregel moeten gaan voetballen, moeten ze een hele systeem veranderen. Ja. Die ruimtes worden veel te groot. Veel te groot. Je krijgt alleen maar lange ballen en twee spelers die continu op de rand van de 16 staan. Terwijl ze op de andere helft aan het voetballen zijn. Omdat de spits blijft hangen. Dus je moet er een verdediger bij zetten. Nou, lekker is dat. Ik denk ook... Het wordt compleet anders. Nou, het heeft niks met het oude voetbal te maken. Ik denk zelfs als we het wat dat betreft gaan hebben over die buitenspelregel. Wat nou als jij reserve vijfde klas voetbalt. En je hebt een scheidsrechter die alleen in de middencirkel rondloopt. Ja. Nou, dan heb je toch wel een klein puntje. Want die moet uiteindelijk in plaats van 20 meter moet ineens 60 meter gaan belopen. Ja. Haalt hij niet. Dat halen ze niet meer. Een ander goed ding is wel natuurlijk die tijdstraf in de laatste 10 minuten. Hè? Ja, dat vind ik wel. Absoluut. Okay. Nou, in ieder geval doet hij iets goeds daar. Ja, goed, ik ben het ook wel eens met de nieuwe manier van, dat is nog geen inborp meer, hè? Dat is zeker. Ja, maar het is hartstikke leuk, hier kunnen we nog uren over doorpraten. Maar, dat doen we toch ook? Gaan we gewoon even de kroeg in, gaan we verder. Dat is uitstekend, maar ik denk dat we het nu even hierbij moeten laten. Gaan we de volgende week al verder. Want er is een hele hoop te vertellen, zeker over die maatregelen van Van Basten. Die tijdstraf waar jij het over hebt, daar kan ik ook nog uren over praten. Ik vind het uitstekend. Laat het hier even bij laten en dan graag tot volgende week. Dan gaan we weer verder. Oké? Tot ziens.